niet. Ja, Sterko, jij kijkt op LinkedIn altijd om onze gasten voor te bereiden. Ja, onze gasten bereiden zich ook voor. Hij weet meer van mij dan ik... Dan je lief is. Welkom allemaal, welkom bij Topnemers. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Arjé Kahn. Arjé, je bent van Hippo. Ja. Wat is Hippo? Wat doet Hippo? Ja, Hippo is een web content management systeem. We zijn in 99 begonnen. Dus jullie waren vroeg bij? Ja, toen heette dat ook nog helemaal niet zo. Maar door de tijd, ik wou zeggen door de eeuwen heen, maar door de jaren heen is het wel een beetje veranderd. En nu noemen we dat een digital experience platform. Het is een mooi woord. Jij bent CTO toch? Jij bent een technische man, dus dat is van een andere afdeling heeft dit bedacht. Nee, dat mag ook best wel. Mag ik best een beetje aan meedoen af en toe. Ja. Maar dat is eigenlijk is het, ja, vroeger was web content management ging over het beheren van teksten. Zodat je dat op je website kon hebben staan. Tegenwoordig gaat het veel meer over luisteren naar je bezoeker, kijken wat je bezoeker doet op je website, kijken waar hij in geïnteresseerd is en daarop reageren. En dan over al die kanalen heen die we tegenwoordig moeten bedienen. Niet alleen web, maar ook mobiel en televisie, horloges, Internet of Things, alles bij elkaar. Ja. Personaliseren van media. Geef eens een concreet voorbeeld. Op jullie site staat bijvoorbeeld dat een van jullie grote klanten de politie is. Hoe als ik naar een site van de politie ga, hoe krijg ik dan gepersonaliseerd inhoud, informatie tot me? Ja, nou, politie is... Slecht voorbeeld toevallig. Nee, het is juist een heel goed voorbeeld. Omdat het heel subtiel is wat we daar doen. En ook heel bewust. De politie wil ook... vindt personalisatie en zo, dat is oké, maar het moet wel op zo'n manier gebeuren dat de burger zich daar ook goed bij voelt. En eigenlijk bij hun gaat het allemaal over geografische informatie. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is de nationale positie, nationale politie die bestaat nu een jaar of drie, zoiets. Ja. Daarvoor had iedereen zijn eigen politietje. En in Amsterdam had je politie Amsterdam-Amsterland. Politie-Amsterdam-Amsterdam.nl. Dat moest je dan ook maar net even weten. En dan kwam je op de website van de politie uit. In Rotterdam heette het weer anders. In elk dorp heette dat anders. We hebben gezegd, nou, we gaan één politie bouwen. En hebben één nationale politie, ook één nationale politie-website. Nou, dat zijn het soort projecten waar wij altijd goed in hebben kunnen opereren. Het samenbrengen van verschillende sites tot één platform. En toen zat het er allemaal in. En toen was het van, ja, dan... Hoe zorgen we er nou voor dat die al die content die daarin zit, dat die ook wel weer relevant is voor die bezoeker? Want als jij uit Amsterdam komt, dan ben je een heel stuk minder geïnteresseerd in het nieuws uit Tietje Extra Deel of uit Groningen of Maastricht. Hoewel daar soms ook wel weer nieuws tussen zit, wat je wel wil weten. Maar die boef die gezocht wordt in Maastricht, die komt hier niet op straat voorbij, waarschijnlijk. Ja, maar goed, dat zijn redelijk simpele dingen. Dus je kunt nieuws geotaggen en vervolgens kijken waar iemand zijn IP-adres vandaan komt. Ja. Of misschien heb je een profiel van hem. En dan maak je een selectie uit wat in je content database zit. En dan weet je wel, oké. Wat is daar nou bijzonder aan? Ja, nee, dat is het eigenlijk. Ja, maar... Nee, maar goed, jullie doen natuurlijk veel meer. Ja, goed, wat ik net zei. De politie is een mooi voorbeeld omdat het redelijk genuanceerd is. Het gaat inderdaad over geografisch relevante content. En dat is ook het enige wat we daar doen. Dus het gaat wat verder dan alleen maar op die website door. Maar ook als je met je mobiel... naar die website gaat, dan vraagt hij, mag ik weten waar je bent? Zo niet kun je ook een postcode intikken. Ja. Als je de app hebt, dan weet hij het nog iets beter. Ja, maar dan kan hij je locatie gebruiken. Ja, precies. En dat leidt natuurlijk tot, kan ik me iets bij voorstellen, in de wat dan heet de achterkant van zo'n website, weet je, je content management systeem, de manier waarop je die content uitserveert tot best wel ingewikkelde algoritmes, afhankelijk van device, locatie, profiel, et cetera, wat voor content je aan mensen laat zien. Ja, en het gaat om het aanbieden van de content, maar ook het creëren van de content. Dus bij de politie was bijvoorbeeld ook een van de vragen was, hoe kunnen we de persvoorlichters op straat sneller het nieuws laten brengen? Die gaan ergens naartoe waar iets aan de hand is en die tikken dat in. En die hebben nu een appje op hun telefoon. Ja, precies. Dus ook de invoerkant van het CMS. Ja, dan meteen op de homepage als het nodig is. Ja, dus dat zijn systemen die met elkaar samenwerken natuurlijk.
Ja. Hey, en de politie, zeg je, is een relatief recht toe recht aan, vooral op locatie gebaseerde personalisatie. Wat is nou een voorbeeld van een klant, zeg maar, waar jullie alles uit de kast hebben getrokken en al jullie, wat jullie kunnen, echt hebben geïmplementeerd? Ja, elke klant die... Het grappige is dat al onze klanten werken net iets anders. Dus ze doen allemaal een net iets ander onderdeel van het stukje van de puzzel. En niemand die doet alles. Dat is natuurlijk wel een soort utopia waar ik nog een keer op hoop om die klant tegen te komen. Maar ze zijn allemaal bezig op hun eigen manier om het in te richten in iets wat bij hun past. In Amerika hebben we een heel aantal klanten die hier al heel veel verder mee zijn dan in Nederland. Ja, leuk. Wat ik zelf een mooi voorbeeld vind is Disney. Disney heeft de parken op ons systeem draaien, disneyworld.com. Dat is een enorm systeem met allerlei e-commerce platformen en hotelreserveringen tot aan golfpark reserveringen aan toe. En daar zit Hippo ook in, als onderdeel van de puzzel. Nou, Disney is natuurlijk ontzettend goed in een totale experience neerzetten. Van offline naar online, naar indie parken, naar in de bioscoop. En dat zijn het soort dingen wat zij doen. Ik kan niet helemaal uitleggen wat ze daar exact doen met ons systeem. Maar je moet je voorstellen dat we daar, zeg maar, in hun systeem meedraaien. En dat je als Amerikaan zijnde dan een ticket koopt bij Disney World. Dat je een app installeert, dat je naar Disney World toe gaat. Dat je daar bij de entree je app scant. En dat je naar binnen loopt, dat je gezien wordt. Dan kunnen ze ook in dat park tracken. Dan zien ze welke attracties je allemaal gezien hebt. Wordt allemaal in je profiel bijgehouden, als je dat wil. Ja. En dan kun je achteraf, als je dan online weer teruggaat naar die website, kun je dat soort dingen weer herbeleven. Ja, dus wat jullie vooral heel erg doen, is de content, de nieuwsverhalen, weet ik wat voor content het is, in jullie systeem koppelen aan wat je van die gebruiker, bezoeker weet. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja, en dat kan een profiel zijn, soms kan een locatie zijn. Soms is het heel weinig. Zijn. Ja, soms is het... Een locatie is al best wel wat, hoor. Maar heel vaak heb je een vaag idee of iemand een mobieltje gebruikt of een desktop-apparaat. Dus weet je echt heel weinig. Geografische locatie weten we meestal wel en dan niet zo nauwkeurig. Maar we weten wel uit welk land iemand komt. En dat kan al heel wat zijn. Voor heel veel websites, dus daar zou je eens naar moeten kijken. Heel veel websites die doen daar helemaal niks mee met die informatie. En wat maakt jullie dan uniek? Want op zichzelf is dit niet heel... Ja. Geen hogere wiskunde, zou ik denken. Ja, natuurlijk wel. Maar dit stuk... Of beledig ik je nu? Ja. Weet je wel, nou, wat steek, hoor. Ja. Je doet een poging. Ja, ja. Laat ze niet zo beledigen. Nou ja, kijk, wat wij doen met ons... Het is een platform. Dus het is voor een organisatie betekent het echt, als ze met Hippo aan de gang gaan, dat ze daar hun hele digitale transformatie mee inrichten. Tenminste, dat deel wat online plaatsvindt. Ik zat te kijken naar Sander, wat is de achternaam die hier vorige week was, met Instant CM. Ja. Hè, dat is natuurlijk ook een vergelijkbaar soort systeem, alleen heel erg toegespitst op apps en op applicatiebouwers. Hij zei iets van de helft van het internet, dat gaan wij doen, zeg maar. Nou, dan zou ik zeggen, dan doen wij die andere helft, die zeg maar echt vanuit een platform denkt. De hele customer experience, dus de beleving die jij hebt als klant met een organisatie, online helemaal orchestreert. Dus vanaf het allereerste contact eigenlijk, of dat nou, dat kan bij wijze van spreken telefonisch zijn, kan online zijn, kan mobiel zijn. Iemand doet een zoekopdracht en die komt op de website uit. Daar kunnen we informatie uithalen wat iemand nou eigenlijk zoekt, wat hij wil. En er wordt een profiel opgeslagen. En dan elke keer als jij terugkomt naar een website, via een van die vele kanalen, dan leren we nog meer beter wat jij wil. Op en je bent steeds beter in staat om dat te personaliseren. Ja, klopt. En als je het hebt over content management systemen, dan denk ik al bijvoorbeeld snel aan WordPress, is ook een content management systeem. Als ik dat installeer, dan weet ik kan een blog beginnen. Of ik kan een magazine beginnen. Ja. Kan je wat met jullie systeem zo uit de doos, zeg maar? Of is het eigenlijk een systeem waar je voor... Wat per definitie voor iedere klant eigenlijk zijn eigen aanbouw, toepassing, et cetera. Ja, het is wel een... Hippo is echt een enterprise platform. Dus dat betekent dat het wel heel erg op maat voor een klant wordt ingericht. Het zijn vaak grote projecten. Klanten hebben meestal hun eigen development teams zitten. 10, 15, 20 ontwikkelaars die daaraan werken. Dus het vraagt wel een bepaald soort omgeving.
En WordPress is wat dat betreft wat simpeler om mee om te gaan. Dan met Hippo kun je sneller even uitrollen. Maar WordPress heeft ook weer nadelen. Het is heel erg gericht op, traditioneel gezien dan op blogs, ja, en op webpagina's. En er is nu wel een beweging binnen WordPress om veel meer naar gescheiden content te gaan, wat je ook kan hergebruiken over meerdere kanalen. Nou, dat is iets wat wij al 15 jaar doen, letterlijk. Ja. Ja. Jullie zijn een open source systeem, ja, oftewel iedereen kan ermee werken. Wat is voor jullie het voor? Kijk, ik zie dat op heel veel andere terreinen zie ik eigenlijk onmiddellijk het voordeel van open source, met z'n allen eraan ontwikkelen, het beter maken, et cetera. Ja. Hoe groot is de community van mensen, ja, die ook, zeg maar, bouwt op en aan Hippo? Ja, dat is het open source aspect is altijd heel belangrijk geweest in de geschiedenis van ons bedrijf. Ik zei net al, we zijn ongeveer 15, 16 jaar zijn we bezig. Nou, die eerste twee jaar daarvan waren we helemaal niet met open source bezig. Maar toen opeens was er een soort klik. Een van onze ontwikkelaars die had iets gebouwd en die zei, ja, ik vind dit eigenlijk heel gaaf. Maar toen ging ik online kijken. Toen bleek dat andere mensen dit ook al aan het doen waren. Dus, en dat is eigenlijk heel knap van hem. Hij heeft toen gezegd van, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga, in plaats van dat ik mijn eigen ding ga verder willen ontwikkelen, ga ik me aansluiten bij die community en ga ik met hun samen aan de slag. Nou, dat was binnen de Apache Software Foundation. Dat is een hele grote open source community. Ja. Waar bijvoorbeeld de Apache webserver vandaan komt. Een van de grootste webservers ter wereld. Halve internet draait op dat systeem. En zo komen er nog 60 of 80 verschillende projecten bij Apache vandaan. En een heel aantal daarvan bij elkaar vormen eigenlijk de basis van ons platform. Dus als je kijkt naar onze community, dan heb je aan de ene kant heb je onze eigen mensen die participeren in die Apache communities, wederom. En dat samenvoegen tot een product. Dan hebben wij onze eigen UI designers, mensen die aan de user experience werken. En het resultaat daarvan is ook weer een open source systeem. En daar hebben we onze eigen community omheen. En dat zijn een stuk of 3000 mensen die daarin actief zijn. Ja. Ja. Dus als jij iemand anders moet uitleggen, in diezelfde periode dat jullie begonnen, werkte ik bij de VPRO, was ik verantwoordelijk voor de open source gang van MMB. Het is niet zo succes geworden als jullie zijn geworden. Nou, maar goed. Wij waren wel luizende pels destijds. Of wij, dat weet ik niet. Ja, ja. We zijn elkaar wel tegengekomen. Maar mijn directeur zei dan altijd tegen me, Erwin, gaan we dat ook weer weggeven? En dan zei ik tegen me, ja Peter, maar daar worden we alleen maar beter van. Hoe leg jij, nou ook voor een bedrijf als jullie, wat gewoon een serieus bedrijf is waar geld in omgaat, hoe leg jij uit dat het voor jullie belangrijk is om open source te zijn? Ja, dat hoef ik niet meer uit te leggen, dat scheelt. Zit er zo dik in. Ja, bij jullie in je bedrijf wel, maar als je iemand anders tegenkomt, waarom is het dit voor jullie slim en verstandig om dit te doen en te blijven doen? Ja. Nou, die community. Kijk, uiteindelijk is open source voor ons het spijt me van het Engels, maar het is een development methodology. Het is een manier van software ontwikkelen. En eigenlijk is het niet meer dan dat. Je zegt, ik ga iets bouwen en ik ga ervoor zorgen dat andere mensen kunnen zien hoe ik dat bouw, wat ik bouw, wat er onder de motorkap zit, wat er nog allemaal mis aan is. Dat totale transparantie. Ga ik laten zien. Transparant, ja. En eigenlijk de reden om dat te doen is om een hogere kwaliteit te krijgen. Dat is voor ons de reden om dat te doen. Dus je hebt natuurlijk ook de wat religieuzere vormen van open source. Daar zijn we eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig geweest. We zijn altijd vanuit kwaliteitsaspect daarmee in de weer geweest. En dat is voor grote organisaties, voor enterprise organisaties, geldt dat net zo. Dus een NASA en een IBM zitten daar net zo dik in. Ja, het is gewoon bij jullie de overtuiging dat door transparant te zijn en je te laten challengen op wat je doet, dat het uiteindelijk daar beter van wordt. Klopt, ja. En dat is ook de manier hoe we mensen aannemen. We vinden in ons aannamebeleid, ben ik zelf altijd wel trots op, zeg maar, de manier hoe wij mensen aannemen, hebben we dat ook opgenomen. Dus dat betekent ook dat als je bij ons solliciteert en je komt bij ons voor een assessment, dan is dat ook waar we op toetsen. Kunnen de mensen die bij ons komen werken, zijn die in staat om te vertellen wat ze doen, hoe het werkt, waarom ze het zo doen? En kunnen die ook met dat soort challenges om? Met de tegenspraak. Precies. Kun je dat samen verder ontwikkelen en kun je ook kritiek van mensen handelen? Ja. Ja. Hey, is dan ook een juist een kracht als jullie, zeg maar, een nieuwe klant hebben
Kijk, de kracht van open source is ook dat ze daarna eigenlijk niet van jullie afhankelijk zijn. Maar als jullie het goed doen, blijf je samenwerken. Blijf je werk voor ze leveren. Maar als ze jullie zat zijn, zijn er ook andere mensen die het door kunnen ontwikkelen. Is dat ook een waarde voor bedrijven? Ja, dat is vaak, dat wordt wel vaak genoemd. En dat is ook zo. In de praktijk, zeg maar, de echte waarde voor dat soort bedrijven is dat ze hun eigen kennis in huis kunnen halen en houden. En dat zien we heel vaak. Hè. De politie is een voorbeeld van de Nederlandse Rijksoverheid, ook een grote overheidsklant. Het zijn wel overheidsklanten waar we het dan over hebben. Ja. Die kiezen voor open source, omdat ze dan eigen kennis kunnen opbouwen in huis. En daarmee verder kunnen zonder afhankelijk te zijn van de leverancier. En dat hebben ze, die twee voorbeelden hebben dat ontzettend goed gedaan. Heel nou, wat ik me ook iets kan voorstellen. Je vertelde net dat eigenlijk de manier waarop jullie het CMS hebben neergezet. Dat eigenlijk pas goed werkt als je het ook koppelt met allerlei andere informatie die in zo'n bedrijf aanwezig is. Dus heel veel bedrijven hebben natuurlijk al heel veel profielen verzameld van klanten en CRM-systemen en weet ik veel. Ja. Is het ook zo dat doordat jullie open source zijn en een andere manier van ontwikkelen hebben, dat het makkelijker te koppelen is met externe systemen? Ja, dus, dankjewel voor deze voorzet. Dat is een hele goeie, dat klopt. Ik vroeg het me af. Nee, dat is absoluut zo. Ik kan het me namelijk voorstellen omdat je vertelde dat je daar eigenlijk in de performance van je systeem heel erg afhankelijk van bent. Ja. Of je kunt integreren in de bedrijfsvoering van een... Je hebt helemaal gelijk. En vroeger stond dat ook letterlijk op mijn pitch deck, in mijn slide, als ik naar een klant ging. Hij zou mij dat ook aannemen eigenlijk. Ja, maar daar kunnen we het later na de uitzending over hebben. Want jij moet eerst nog eventjes gechallenged worden, jij, of je dit verhaal wel goed verder kan. Ja. Maar om daar even binnen te gaan, binnen de open source wereld, kijk, wat je hebt, is je hebt een stelletje ontwikkelaars die zitten samen te werken aan een stukje infrastructuur. Dat zijn het soort componenten die je binnen de Apache Software Foundation vindt. Het zijn geen applicaties, maar het zijn stukjes technologie. Hadoop, allerlei verschillende data processing systemen. En die werken er samen aan, maar die developers, moet je voorstellen, die komen natuurlijk vanuit allerlei verschillende organisaties en die willen ook iets anders van dat ding waar ze samen aan werken. Dus ze hebben allemaal andere eisen aan dat ding wat ze samen bouwen. En dat maakt dat je dus uiteindelijk een heel generiek systeem moet gaan bouwen met z'n allen, met zoveel mogelijk koppelvlakken en gebaseerd op zoveel mogelijk open standaarden. Eigenlijk per definitie. En dat is ook waarom we juist deze community gebruiken en daarin participeren. Omdat die filosofie daar heel erg in zit. Dat we dingen maken en als we ze maken doen we ze op basis van open standaarden. Zodat we met z'n allen dat kunnen uitbreiden en in onze eigen systemen weer kunnen gaan inzetten. En dan krijg je wat je net zei, dat het bijna per definitie beter integreerbaar is dan systemen die niet gebaseerd zijn op open source software. Ja plus wat ik vanuit, ik heb natuurlijk wel eens aan de andere kant van de tafel gezeten. Altijd vanuit een klantperspectief natuurlijk heel vervelend is als je altijd consultants van jullie met mega uurtarieven moet gaan inhuren om de koppelingen bij jou in het bedrijf te realiseren. Ja, ja. Terwijl jij vertelde net dat jullie juist door open source te zijn bedrijven in staat zijn om zelf kennis op te bouwen en dat gewoon zelf kunnen doen. Klopt. En we zien het steeds vaker. Een hele mooie klant voor mij is Bayern München, de voetbalclub uit München. Dat is een mooie klant. En het is echt geweldig wat zij doen. Ja, ze voetballen ook aardig. Ja. Ze voetballen ook wel redelijk goed, ja. Ze hebben een probleem dat ze moeten battelen tegen de clubs uit Engeland. En die hebben veel betere televisiedeals en die krijgen veel meer geld. Ja. En kunnen daardoor betere spelers kopen. En in Bayern zijn ze maar een klein clubje, hebben ze niet zoveel geld. Dus wat moeten ze doen? Een mediahuis worden. En dat betekent dat ze eigenlijk alles intern aan het halen zijn. En je ziet dat daar nu gebeuren. Je ziet daar development teams ontstaan. Je ziet... alles komt naar binnen. Ze hebben een heel mooi stadion gebouwd. Het Allianz Arena. Geweldig ding. Heel mooi verlicht aan de buitenkant. Top. En de chef Digital, die heb ik onlangs meegesproken. En die zei, ja, we hebben nu in het stadion, in de kelder, daar staan nu al onze servers. Ze hebben allemaal in huis aan het halen. Want we willen totale controle over onze digitale omgeving. Ze hebben hun ad-server, hebben ze intern op datzelfde platform. Ze doen niks meer extern. Ze werken ook niet met agencies. Alles in huis. En ik denk dat is een beetje een soort van reactie op digital agencies en op het inhuren van consultants. En natuurlijk ook een gevolg van het feit dat de klant steeds meer digitaal gaat. En dat je dat gewoon helemaal moet begrijpen en erop moet kunnen inspelen.
zo snel mogelijk. En dat kan alleen maar als je het zelf onder controle hebt. Nou, en dat is een omgeving waar een product als Hippo heel goed tot z'n recht komt. Maar welke rol spelen jullie dan daar? Want jij zegt ze proberen eigenlijk alles zelf te doen, zelf in huis te halen. Ja. Ze proberen niet, maar dat doen ze. Ja, ja dat doen ze. Ja. Dus wat is jullie rol? Nou, wij leveren hun de software. En bij Hippo is het zo, je hebt een open source component en hebben een enterprise versie die we verkopen voor een subscription, dus een maandelijks bedrag. En dat nemen ze bij ons af. En verder zoeken ze het zelf uit. Ja, dus wat is de toegevoegde waarde van het enterprise? Ja, dus het core product wat je in de open source community vindt, dat is zeg maar een multi-channel web content management systeem, waarbij je mobiel en web en van alles nog wat kan doen. En alles wat er met personalisatie te maken heeft en het gebruiken van die bezoekersgegevens, dat zit allemaal in die enterprise versie. Ja, dat is namelijk ook echt hetgene wat waarde creëert voor zo'n organisatie. Ja, wat nou ook heel vaak een discussie is, dat sommige mensen die denken van ja, als je open source, dan bouw je eigenlijk nooit waarde op in je bedrijf. Want je, ja, alles is open, ja. Iedereen kan het kopiëren, ja. Iedereen kan ermee verder. Ja. Toch zijn jullie nog niet zo heel lang geleden verkocht. Ja. Aan een partij uit San Francisco, uit Silicon Valley, Bloomreach, als ik het goed heb, een artificial intelligence en machine learning partij, heeft jullie overgenomen. Twee vragen. Eén, hoe zit dat? Wat was de logica erachter? En twee, die vragen wat ik eigenlijk suggereer. Waarom neemt zo'n partij jullie over en relateer dat eens aan open source en waardeopbouw? Bloomreach is een club die enorm gericht is op retail. Ze komen uit de retail sector. Dus e-commerce, hè? E-commerce. Ja. En daarin die artificial intelligence en machine learning. Ja. Ja. En zij optimaliseren e-commerce sites. Ja. Om bijvoorbeeld te geven, Staples kennen wij hier in Nederland ook. Ja. Ik moet zeggen, wij optimaliseren. En Staples.com draait op hun systeem. En dus doen ze bijvoorbeeld de zoekmachine van. En als je daarin zoekt, dan is het ding net even wat slimmer. En die suggereert net de juiste dingen die je net nodig hebt. Precies. Ja. Dus als je zoekt op een zwarte laptop, als je intikt zwarte laptop, dan krijg je alle zwarte laptops die ze hebben. Dat klinkt heel voor de hand liggend. Logisch. Ja. Maar als je bij een andere willekeurige site doet, dan krijg je zwarte laptops. Je krijgt bijvoorbeeld ook zwarte pennen. Zwarte pennen die je goed kan gebruiken als je achter een laptop zit. Of alles waar zowel het woord zwarte als laptop in zit, komt daar als hit naar boven. Ja. En dat kan soms enorm irritant zijn. Dus de hoeveelheid ruis die je te zien krijgt van slechte zoekresultaten, dat verlagen wij. En daar gebruiken ze allerlei machine learning voor. Met name taaltheorie. Dus ze doen heel veel. Dat doen we dan extractie van metadata. Dus we kijken naar hoe beschrijven mensen dingen. Dus als je het hebt over zwarte laptop, is een goed voorbeeld. Laptop is het ding en zwarte, dat is een bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord die iets zegt over het ding. Nou, dat moet je wel even weten. Ja. En een ander voorbeeld te geven, je hebt zoiets als een shirt dress en je hebt een dress shirt. Ik weet niet of jullie weten wat is. Ik niet. Maar het ene is een shirt wat je als man kan dragen voor als je netjes gekleed wil gaan. En het andere is een jurk voor een vrouw met een, nou ja, zoiets dergelijks. Ik ben het zelf alweer een beetje vergeten. Maar het is heel verschillend. Ja. Ja, alleen maar door die twee woorden om te wisselen. Nou, dat is heel moeilijk voor een computer om dat zo 1, 2, 3 te begrijpen. Dus daar de partij die jullie heeft overgenomen, is daar ongelooflijk goed in. Ja. Wat voegen jullie dan toe aan wat zij kunnen? Hun idee is eigenlijk altijd al geweest om dat soort algoritmes toe te passen op elke website online. Okay. Om beter te begrijpen waar mensen naar zoeken, beter te begrijpen wat je bedoelt eigenlijk als bezoeker. Ja, en jullie zitten in die sites. En wij zitten in die sites, dus één en één is twee. Ja, dus, wat we gaan drie doen. Drie hopen ze dan. Ja, vijf, maar inderdaad. maar aan de andere, tegelijkertijd, dat is ook wel weer grappig, we zijn in stealth mode. Dus we zijn nu even heel gebukt, heel hard bezig om een heel mooi platform neer te zetten. Waarin we aan de ene kant ons bestaande content management platform, aan de andere kant de algoritme van Bloomreach pakken. En daar gaan we iets ontzettend gaafs mee bouwen. Ja, maar hoe dat eruit komt, dat moeten we nog even op. Kom hier ook een keer vertellen, dat is leuk. Maar de andere vraag is natuurlijk, die gaat over dat open source stuk. Maar dat, ook hierover, hoe belangrijk blijft
open source voor jullie? Want je bent onderdeel van een andere organisatie. Ja, het was een voorwaarde, ook van hun kant, dat dat zou blijven. En dat is eigenlijk wel interessant, omdat zij zijn een 100% SaaS bedrijf. Dus software as a service voor onze kijkers. Ik dacht dat jullie dat daar vaker over hadden. Jawel, maar weet je, we gaan er altijd vanuit als we een nieuw iemand kijkt die al die andere afleveringen nog niet gezien heeft. Dus doen we toch eventjes altijd de afkortingen nog. Software as a service. Ja. Dus dat zijn hun systeem, het systeem van Bloomreach, dat werkt helemaal in de cloud. Daarvoor installeer je niks op je server of op je laptop of wat dan ook. En bij ons is dat niet zo. Bij ons is het een pakket wat je lokaal kan installeren. En dat kun je op je laptop zetten en helemaal voor jezelf gebruiken. Dat is ook een beetje de gedachte van het open source achtergrond. Ja. Nou, bij hun is dat niet zo. Het draait allemaal in de cloud. Dus je moet ook een account hebben en een creditcard en al die dingen. Alleen, zij hebben een probleem om ontwikkelaars aan te trekken. Om met hun platform verder te ontwikkelen. En voor hun is open source juist weer een methode om een ontwikkelaarscommunity op te bouwen. Dus dit was een van de redenen voor hun om met ons aan de slag te gaan. Dat ze zeiden, we willen ons platform opener maken, helemaal API gebaseerd en open source. Zodat we externe ontwikkelaars kunnen aantrekken om met ons systeem te gaan werken. En natuurlijk ook dat van ons, van Hippo. En die community verder uit te bouwen. Dus heel leuk dat er zo uitkwam. En nu zijn, je zegt, we zijn dat nieuwe platform aan het bouwen. We zijn nog een beetje in stealth mode. Maak het even, als we even naar jullie bestaande klanten kijken. Wat gaan jullie dan toevoegen aan de dienstverlening die jullie nu al doen? Voor onze bestaande klanten? Ja. Nou, voor onze bestaande klanten verandert er niet zo heel erg veel. Behalve dat het allemaal natuurlijk beter wordt. Ja, maar altijd zo. Nu nog beter. Nu nog beter. Het mooie is dat we de founder van Bloomreach, Rajit Datta, mijn nieuwe directeur, zeg maar. Even wennen, maar goed. Die is er heel duidelijk in. Die zegt van, ik wil naar een platform toe waarin content en algoritmes samenkomen. En daarmee gaan we een nieuw digital experience platform bouwen. Ja. En dat wordt de toekomst van het gezamenlijke bedrijf. En we hebben natuurlijk, terwijl we daarmee bezig waren, hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken van wat gaat het dan worden? En worden we geabsorbeerd en opgeslokt ergens in een hoekje van een nieuw ding? Of wat voor plek krijgen we? En nou ja, als onderdeel van die gesprekken, daar heb je het daarover. Kwam daaruit dat we eigenlijk een hele prominente rol krijgen in het vormgeven van het nieuwe product. Dus wat we aan het doen zijn nu, is dat we hier in Amsterdam op hele korte termijn 20 developers moeten aannemen. Dus we zijn enorm aan het uitbreiden. Serieus zo wel? Ja, voor maart. Vind ze maar eens. Ja, dus bij deze, mocht er iemand... dat is heel erg leuk. Zij willen echt investeren in ons hier in Amsterdam. Het is ook wel apart verhaal. Zij zitten in Mountain View. Ja. En jullie zijn er misschien ook wel eens geweest. Als je daar komt, dan heb je zeg maar... Het zijn allemaal van die industrieterrein gebouwtjes. Maar dan staat er op Airbnb en Uber en Google. Nou, en dan dus Bloomreach. Die zit daarnaast, zeg maar. Het is ontzettend moeilijk om daar goede mensen te vinden in zo'n wereld. Een enorme competitie. Dus zij zitten eigenlijk te zoeken naar een betere plek om software te ontwikkelen. En ze hebben Amsterdam eigenlijk gekozen om dat te doen. Ze zien ook dat hier enorm veel innovatie vandaan komt. Startup scene natuurlijk gaat heel goed. Nou, speelt dat mee? Hoor je dat speelt wel mee. Ja, ja. Ja, nee, want er wordt natuurlijk heel vaak geroepen door de beleidsmakers in Amsterdam dat het heel goed gaat en Amsterdam staat op de kaart. Maar jij kunt dat bevestigen vanuit deze partijen die dat ook daadwerkelijk vinden. Ja, dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant, het is dan wel weer een Silicon Valley partij die de investeerders meegekregen heeft om een Amsterdamse club te kopen. Tuurlijk. Ja. En dat is nog net even niet andersom, zeg maar. Dat zou dan nog net even... Dat zou leuker zijn. Wat leuker zijn. Nou ja, goed. Ik vind het op zich prima zo. Maar hebben jullie de meerderheid ook verkocht? Of, nee, we hebben het hele bedrijf verkocht. Maar we hebben wel een groot deel aandelen teruggekregen. Ja. 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 Dus we hebben ook weer geïnvesteerd. Ja, spannend. Ja, en we gaan ook als een dolle door, want we moeten het enorm succes maken. Er zit nog een earn-out op. Dus moet je al 3 jaar door? Ja. Ik moet helemaal niks. Nee, maar ik wil wel naar de beurs. Ja, dat gaan we doen. Oké. Ja, spannend. We blijven het volgen. Ja, maar nog eventjes over die 20 mensen die wel... komen die uit Nederland? Of zeg je eigenlijk van nee, Amsterdam is een aantrekkelijke plek
om mensen internationaal ook weer voor aan te trekken? Omdat het een stad is waar mensen wel willen wonen. Nou ja, dat hebben we eigenlijk altijd wel gehad. Dus als je kijkt bij ons bedrijf, in Amsterdam zijn we met 100 mensen. En nu zijn we met ongeveer 300, met Bloemenwijk erbij. Dus het is ook wat dat betreft, qua grootte, zij zijn 200 man, wij zijn 100 man. Het is wel twee keer zo groot, maar het is geen IBM, zeg maar, wat dat betreft. Maar we hebben altijd al een hele diverse club mensen gehad bij ons hier in Amsterdam. Ik geloof dat we in totaal iets van 43 nationaliteiten of zo bij ons hebben werkt. Echt alles. Ja, gaaf. Ja. En dat is ook wel, denk ik, een van de voordelen van de Europese Unie en subsidies geweest. Dat we dat hebben kunnen doen. En dat gaat niet veranderen. Dat blijft eigenlijk zo. Ja. Ja. Hey, super bedankt. Een mooi verhaal. Een andere keer praat ik graag nog een keertje door met je. Ook over juist over dat de combinatie open source en bedrijf. Want dat kan eigenlijk alleen maar, tot nu toe zie je dat eigenlijk bijna alleen maar in de technologiewereld. Hè? Want wij hebben GitLab hier aan tafel gehad. Ook een mooi voorbeeld, hè? Waar open source de kern van het bedrijf is. We hebben Yoast gehad op het WordPress platform natuurlijk. Ja. Ja, het boeit mij mateloos. Maar dat doen we een ander keertje. Doen we dat graag langer. Ontzettend bedankt dat je hier was. Veel succes. En kom graag nog een keertje terug. Jullie bedankt voor het kijken. We danken Bier & Co. voor de biertjes. We danken 2ML voor het hosten van de website. Streamzilla, die ervoor zorgt dat de stream zoals altijd bij je thuis komt. En Freedom Lab, waar we wekelijks vandaan uitzenden. Stekel, ik krijg nog eventjes net nog even iets binnen van de Weerman. Kijk, die heeft net nog even wat nieuwe cijfers uitgerold. Wacht even, lange termijn verwachting. De lange termijn verwachting. Nou. Ik zie dat we over een weekje toch wel weer diep de kou ingaan. Dus of we er volgende week nog weer zijn, alles is afhankelijk van... Alle uitzendingen onder voorbaat van natuurlijs. IJs en wederdienende. Ja. Dankjewel en tot volgende week. Dag.